Volgende week zaterdag als nachtfilm op Nederland 1. Een spannende Duitse krimi. En dan kunt u nu nog kijken naar het late NOS-journaal. Goedenavond. In Kroatië hebben het federale leger en de autoriteiten na lang bakkeleien toch nog een akkoord gesloten over het hulpconvooi van de EG. De vrachtwagens met medicijnen en voedsel mogen morgen hun reis naar Vukovar voortzetten. EG-waarnemer Smits heeft er alle vertrouwen in dat het deze keer wel zal lukken. De resultaten tot nu toe zijn dat beide partijen een gedetailleerd plan zijn overeengekomen, wat zich uitstrekt van morgenochtend 10 uur tot morgenmiddag ongeveer 5 uur... voor het konvooi dat zich naar Vukovar zal gaan begeven met medicijnen en voedsel. Wij sturen morgenochtend om 6 uur, dus zodra het licht is, een auto van ons naar de regio Vinkovci. Duurt ongeveer 4 uur die autorit, dus vanaf 10 uur is gepland dat het konvooi zal vertrekken. Ook is er overeenstemming over het vertrek van een ander konvooi, de rest van de Joegoslavische troepen uit de Borongaj-kazerne in Zagreb. De 170 voertuigen en soldaten mogen morgenochtend naar Bosnië. Over de gevechten die vandaag opnieuw zijn uitgebroken is niet gesproken. Toch is Smits tevreden over het resultaat. Ik denk dat we voorlopig met mensen rond de tafel zitten die echt een hele productieve sfeer. Allebei proberen de problemen op te lossen. En je kunt zeggen, het is iets heel kleins en heel geïsoleerd. Maar kijk, je moet natuurlijk ergens beginnen. En elke stap is er één natuurlijk. In Kroatië zou een nog onbekende Nederlander zijn gedood toen zijn auto onder vuur kwam te liggen in de buurt van Zadar aan de Adriatische kust. Het zou gaan om een 54-jarige man. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken kon het bericht vanavond niet bevestigen. Er komt een nauwe culturele samenwerking tussen alle landen in de wereld waar Nederlands wordt gesproken of aan het Nederlands verwante talen, zoals het Afrikaans. Dat is in Brussel besloten op een tweedaags wetenschappelijk congres van de Nederlandse Taalunie. In het Paleis Egmond in Brussel spraken schrijvers en wetenschappers over de toekomst van het Nederlands in de wereld. Buiten Nederland wordt het Nederlands in nog 7 andere landen gesproken. De Taalunie wil de positie van het Nederlands verdedigen en versterken. Volgens minister Ritsen, voorzitter van de Unie, past daarin een hecht samenwerkingsverband. Concreet voorstel houdt in om te gaan praten met een aantal landen of men geïnteresseerd is om die doelstellingen van de Taalunie mee te gaan uitdragen. En het zou dan gaan over landen waarin men of Nederlands of een aan het Nederlands gerelateerde taal spreekt. Dus een soort associatieverdragen? Dat zijn associatieverdragen die verder alleen een rol spelen binnen de Nederlandse Taalunie. Dus niet anderszins een politieke duiding nog hoeven te hebben. Het Nederlands wordt in Europa door 21 miljoen mensen gesproken. Daarmee neemt het in de EG de 6e plaats in. Irak heeft een officieel protest ingediend bij de Turkse regering tegen de schending van zijn luchtruim. De Iraakse Koerdenleider Massoud Barzani heeft gedreigd de wapens op te nemen tegen Turkije. Hij is woedend over het Turkse offensief tegen de Koerden in Noord-Irak. Barzani beschrijft het Turkse offensief tegen Koerdische opstandelingen als een wreed bloedbad. De burgerbevolking in Noord-Irak zou zwaar worden getroffen. Barzani heeft gedreigd met vergeldingsacties tegen het Turkse leger. Meer dan 3000 Turkse soldaten zijn de Iraakse grens overgetrokken bij de steden Çukurca en Uludere. Ze trekken op in de richting van de Noord-Iraakse stad Zako. Het Turkse offensief richt zich vooral op de marxistische Koerdische rebellengroep de PKK. Bij een aanval door de PKK in Turkije kwamen begin deze week 11 soldaten om het leven. De Koerden in Noord-Irak liggen al voor de tweede dag onder vuur. Bij bombardementen van de Turkse luchtmacht zijn volgens de Koerden veel burgers om het leven gekomen. Hevige regenval en harde wind veroorzaken overstromingen in de Italiaanse stad Venetië. Met name de oude gebouwen in het centrum van de stad hebben zwaar onder de wateroverlast te lijden. De toeristen kunnen er nog om lachen. De hoge waterstand in Venetië betekent voor hen hooguit een paar natte voeten. Maar voor het historische centrum rond het San Marcoplein is het een ramp. Funderingen beginnen te rotten en muren raken ernstig verzwakt.
De overstromingen zijn een jaarlijks terugkerend fenomeen. En toch kan de gemeente er weinig tegen doen. Er zijn plannen voor een noodproject, maar zonder financiële steun van Rome zijn die niet te verwezenlijken. En dan het weer. Morgen is er veel bewolking en zo nu en dan regent het. Het wordt ongeveer 14 graden. Dit was het laatste journaal van vandaag. Goeienacht.